Ik ben Kobi van Berkum. Ik ben voorzitter van het stadsdeel van de bestuurscommissie. Ik ben Erna Berends. Ik ben ook bestuurder van het stadsdeel. Mijn naam is Saskia Groenewoud. Ik ben ook bestuurder van stadsdeel Noord. Nou komen wij heel veel mooie dingen tegen Noord, maar ook soms wel eens vragen waar we geen antwoord op weten. En wat wij zo fijn vinden, als jullie vragen die wij hebben, ook over Noord, zouden willen beantwoorden. Dankjewel. Vroeger was er echt een probleem in Amsterdam-Noord dat veel mensen in heel erg armoede leefden. Het was zelfs zo erg dat sommige kinderen zo dun en mager waren dat ze naar een boerderij gestuurd werden om eens een beetje aan te sterken, om daar goed gezond eten te krijgen, zodat ze er weer een tijdje goed tegenaan konden. Zo erg zijn de problemen op dit moment gelukkig niet meer. We hebben wel een ander probleem gekregen erbij en dat is dat er heel veel ongezond eten is. En dan hebben we het over frietjes en ijsjes en frisdranken en snoepjes en dat is echt heel erg lekker. Maar ongezond en niet goed voor je. En we willen heel graag dat zoveel mogelijk, zeker kinderen, gezond eten. Hebben jullie nou ideeën voor ons hoe we dat kunnen regelen dat zoveel mogelijk mensen lekker en gezond gaan eten? Ik heb ook een vraag aan jullie. Vroeger was er nog geen pont over het IJ. Dat betekende dat er best wel een afstand was tussen Amsterdam-Noord en de rest van de stad. Terwijl Amsterdam-Noord natuurlijk al lang bij de stad hoorde. Toen kwam er een pont en dat was een hele belangrijke verbetering voor Noord. Want dan kwam er een verbinding naar Noord en naar de stad waar mensen goed gebruik van konden gaan maken. Die pont wordt deze dagen steeds drukker, want Noord groeit enorm. Er komen veel mensen bij wonen en werken en dat gaat over en weer. En je ziet dat die pont gewoon heel erg druk gaat worden. Daarom wordt er nu gedacht over bruggen. Daarnaast blijven we misschien wel ook wel de ponten varen. Maar moet dat ook? Is dat belangrijk? Want een pont is natuurlijk ook hartstikke leuk om mensen te ontmoeten, om even stil te staan, om je heen te kunnen kijken. Wat vinden jullie? Moet er naast de brug ook nog een pont blijven varen? De afgelopen jaren zijn er heel veel vluchtelingen naar Nederland ook gekomen. En die zijn eigenlijk van een heel ver land waar oorlog is en ellende, zijn ze hier naar Nederland gekomen. En ze hebben alles achter moeten laten. Hun huis, hun vriendjes, hun familie, hun dieren waar ze voor zorgden. Dus dat is echt heel erg. En daarnaast hebben ze een hele lange reis moeten maken die gevaarlijk was. En dan zijn ze eindelijk hier in Europa aangekomen. Maar ook in Nederland en in Amsterdam. Ook wij vangen vluchtelingen op. En ik heb de vraag wat wij nou kunnen doen, ook hier bij ons in Amsterdam-Noord, dat deze vluchtelingen zich een beetje prettig gaan voelen om hier ook te wonen en te leven. Dat ze naar school kunnen gaan. En in het bijzonder vraag ik de kinderen, wat hebben de kinderen nodig, de vluchtelingen, kinderen, om zich goed te voelen en zich prettig te voelen hier in Amsterdam-Noord? Nou, dit waren onze vragen. Hier ligt een boek en daar kunnen jullie tips en ideeën aan ons opschrijven of misschien wel tekenen. En wij hopen op een heleboel geweldige ideeën. Hartelijk dank voor jullie mening.